al het mogelijke was gedaan om confrontaties tussen de supportersgroepen te voorkomen. Een reportage van Philippe Martens. Luik, een belegerde stad. Op de linkeroever van de Maas, Anderlecht, aan de andere kant Brugge. Ook twee stations. Het grote Luik-Guillemin voor Anderlecht. En er is dubbele controle. Zonder ticket kom je het station niet uit, laat staan de speciale bus in. De bus gaat langs de speciale route naar Sclessin. Er zijn ook bruggelingen in Guillemin en er zijn te weinig bussen. Vlekkeloos verloopt de organisatie dus niet. Dit is het station van Quincampoix. Nooit van gehoord, maar het is wel het punt waar blauw-zwart de trein afstapt. Van hieruit zal het te voet naar Sclessin gaan. In en rond Sclessin vind je geen bier, in Quincampoix nog wel. Van hier nu naar Sclessin nog 3 kilometer te voet. Ook wie met de auto gaat, rijdt niet waar je wil. Er is ook de verplichting om op de linker of op de rechteroever te blijven. Veel files dus en velen te laat in het stadion. Zij die er op tijd waren, waren in vorm en zijn relatief braaf gebleven. Tot Anderlecht er 2-0 van maakte. De typische taferelen die er helaas elke keer te veel aan zijn, maar het is gelukkig hierbij gebleven. Nu is het redelijk rustig in Luik. Hoop het ook.